Igmar. De wereld van. In de wereld van. Games. Dinsdagavond, vaste prik bij ons in de studio. De mannen van Power Unlimited, Tjeerd en Florian. Goedenavond, jongens. Goedenavond. Ik denk dat heel luisterend Nederland zich afvraagt hoe gamejongens als jullie Koningsdag vieren. Gamend. Gamen. Ja, gamen? Nou, het zit zo. Het was Koningsnacht en toen leek het me echt een supergoed idee om tot 5 uur door te gaan. En toen was het Koningsdag. En toen leek het me niet zo'n goed idee om nog de deur uit te gaan, omdat ik echt zo brak was. Ja, ik heb dan ook meteen zoiets van, ja, waarom zou ik? Ik moet toch niet per se, omdat het Koningsdag is? Ik bedoel... Dat is toch leuk? Ja, maar goed, mijn vriendin zei ook van, ja, het is maar 1 keer per jaar Koningsdag. Ja. Ik zei, ja, het is ook maar 1 keer per dag, per jaar 21 mei of zo. Ja, so true. Goed. Oh, daar ben je het ook nog mee eens. Ja, absoluut. Laten we het dan maar over games gaan hebben. Het laatste nieuws, jongens. De Xbox One krijgt een mini-prijsdrop. En ook tijdelijk is dat. €50 gaat eraf. Ze lopen natuurlijk flink achter, hè, op de PlayStation 4. Ja. En ze willen dat een beetje goed maken eigenlijk. Ja. €50 af, hoeveel is dat dan? Hoeveel kost hij nu? Hij kost 300 en nu wordt het 250. Nee, zeg maar 350. €350, ja. Is dat ook dat als je dat dan doet, €50 eraf halen, is dat dan ook dat het in de verkoopcijfers dan zo gaat? Of? Ja, volgens mij wel. Vaak is het inderdaad wel zo dat het een vette boost krijgt inderdaad. Het gekke is alleen wel een beetje dat dit is alleen voor Nederland. En ze hebben wel vaker van dit soort acties. Dus dat het alleen in Engeland bijvoorbeeld even goedkoper wordt. Of in Nederland of Frankrijk enzovoort. En nu is Nederland aan de beurt. Dus, en per wanneer is dit? Nu. Nou, goed nieuws als je nog een Xbox One wilde kopen. Ja. Ander nieuws. Black Ops 3 is aangekondigd. De nieuwe Call of Duty. De Call of Duty fans zaten er natuurlijk al een beetje op te wachten. Er waren al heel veel geruchten dat er inderdaad een nieuwe Black Ops zou komen. De kogels door de kerk. Het wordt inderdaad Black Ops 3. Ze hebben de eerste trailer laten zien. Het zag er echt super vet uit. Het speelt zich af in de toekomst. Het heeft een beetje een Titanfall vleugje. Dus je kan ook je kan wat hoger springen dan normaal. Je kan via de muren rennen. Dat soort dingen. Hij komt in november uit natuurlijk. Net als elk jaar. De Call of Duty fans gaan het echt weer fantastisch vinden. Ja, het is wel echt een dingetje hoor. Want Advanced Warfare, daar kon je dus double jumpen, zeg maar. En dat was al eigenlijk iets een stapje te ver voor sommige fans. En zij gaan nu nog een stap verder. Dus echt via de muren. Het is in 2065. Ik ben altijd in de war met 56. Maar mensen hebben dan gewoon robotarmen, robotbenen. Kunnen allemaal gekke shit uitvoeren. En dat zit dus in Black Ops 3. Dus echt dat je gewoon allemaal aangepaste mensen hebt. Jij bent groot fan hè, van Call of Duty. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, een van de leuke dingen aan deze game is ook. En daar ben ik heel erg, vind ik heel erg tof. Het wordt een soort van combo Call of Duty. Stel je voor, je kunt nu altijd schieten. Dus ook al spring je over een muurtje of beklim je een trap, je kunt altijd schieten. En dan krijg je dus echt hele vette shit. Dan glij je onder een hekje door en dan klim je zo en de hele tijd schieten. Bam, 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 bam. En dan schiet je uit het water en dan bam, 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 bam. Goed. En dan ga je via de muur. Het is duidelijk, Tjeerd, het is duidelijk. Ja. Hij komt dus aan eind november. In de wereld van games met Tjeerd en Florian. En we gaan GTA 5 weggeven voor de PC. Dat gaan we niet zomaar weggeven. Ja, Tjeerd wordt heel blij van dit soort muziekjes. Oeh, dat hebben we al gedaan. Hij is lekker. We hebben twee kandidaten hangen. Cheryl, goedenavond. Hoi, goedenavond. En als het goed is, hebben wij ook Rutger hangen. Goedenavond, Rutger. Hallo, goedenavond. Jullie maken zo meteen kans op GTA 5. Het idee is eigenlijk echt heel simpel. Je hoort zo meteen, je krijgt 4 keer een fragment te horen van een character in GTA. Dat kan GTA 1, 2, 3, 4, 5 zijn. Dat kunnen ze allemaal zijn. Zodra je denkt te weten om welk character het gaat, moet je keihard je eigen naam roepen, oké? Ja. Ja, voor Cheryl ook? Ja. Dan zeg ik, we gaan beginnen. Tjeerd, jij hebt de fragmenten klaarstaan. Vraag 1. Zodra je hem hoort, direct roepen. Gordo. Del Perro Beach. Some other time. How very original. Weten jullie het al? Weten jullie het al? Ja, Cheryl. Oh, Cheryl, zeg het. Tony. Tony wordt hier geroepen. Ai, helaas. Nee. Dat is niet goed en dat betekent dat de punten automatisch naar Rutger gaan. Gefeliciteerd, Rutger. Oké. Gaan we door met de volgende vraag. Vraag 2. Zodra je het weet, direct roepen. Cheryl en Rutger. How does 40,000 sound? Show me yours and I'll show you mine. Rutger. Zeg maar, Rutger. Ik denk, laat maar.
Ja, ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ik zat even te wachten of hij nog een achternaam wist. Ja, maar dit uit is welke, goed. Uit welke GTA is dit? 5. Dit is uit de nieuwste. Oké. Okay. Rutger, je hebt 2 punten. Vraag 3. Okay. En dat betekent, Cheryl, dat je nu wel echt een goede moet hebben. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Mm-hmm. Fuck this shit! They're idiots! Fuck them! Up steps the big man, the superstar, Roman Bellick. Rutger. Ja, zeg maar Rutger. dit is de... Ik weet hem. Nou, Cheryl, mag je nu roepen? Nico. Nee, dat is niet goed. Nee. Dat is niet goed. Het is Roman. Roman Bellick. Oh, zijn broer. Ja. Dus dat betekent dat het nu 2-1 staat. En dat betekent dat we naar de laatste vraag toe gaan. Je kwam uit GTA 4 trouwens. 4. Ja. Ja. 2 punten voor Rutger, 1 voor Cheryl. Cheryl, opnieuw geldt voor jou. Je moet hem nu wel goed hebben, hè, weer? Ja. Ja. Oké, daar gaan we. Tell it to your daddy, bitch. It's all on you now, homie. Rutger. Ja, zeg maar. Dit is CJ. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Jij gaat er vandoor met GTA 5. Hartelijk bedankt. Goeie kennis en gefeliciteerd. En mannen, dank jullie wel weer. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Tot volgende week. Dat was weer de update. Wil je nou meer game nieuws zien? Check dan hieronder voor alle anderen in de wereld van games. Abonneer je altijd hier. En mocht je nou meer game nieuws willen, het allerlaatste game nieuws, dan weet deze man. Ga je naar pu.nl. Heel goed. Nou, doe maar. 20 seconden was het toch? Ja, was super goed lang. Goed, ik ga weer.